Dus er valt niet altijd een pijl op te trekken. Er staan ook veel kunstwerken die bijvoorbeeld vreemd zijn of grappig. Breda Nu. Je weet het meteen. Van 9 maart tot en met 14 april is de tentoonstelling bij De Kunstenaars van Breda, deel 3, gratis te zien in het Stedelijk Museum. Kunstenares Sabine de Graaf vertelt over haar spraakmakende tentoonstelling. Wij staan hier inderdaad in de tentoonstelling Wij de Kunstenaars van Breda, deel 3. Dat is een initiatief van Jordi Koevoet. En ja, het was eigenlijk zijn idee om kunstenaars in Breda, jong en oud, wel of niet bekend, om die hier een podium te geven om hun werk te laten zien in het museum. Deel 1 en 2 waren vrij museaal qua hoe het werk getoond werd. En Jordi had mij benaderd met de vraag of dat ik mee wou helpen aan een tentoonstelling die niet zo museaal was. Dus die wat speelser was in hoe het werk gepresenteerd wordt. Normaal gesproken heb je natuurlijk veel witte muren, dat het werk echt heel deftig wordt getoond. Maar wij zijn er veel speelser mee omgegaan. En dat is best wel ver doorgetrokken ook. Dus bijvoorbeeld zelfs de zaaltekst, die is heel anders dan je bij een normale tentoonstelling zou hebben. Ja, in mijn kunstenaarschap hou ik mij veel bezig met hoe dieren worden getoond in afbeeldingen en in speelgoed. Want ik vind het heel interessant hoe dieren steeds verder... antropomorfisme noem je dat. Dat is eigenlijk het geven van menselijke kenmerken aan dieren en objecten. En ik vind dat er heel veel afbeeldingen en speelgoed zijn waarin dieren op een gekke manier worden afgebeeld. Omdat mijn werk soms wordt onnavolgbaar genoemd. Dus er valt niet altijd een pijl op te trekken. Er staan ook veel kunstwerken die bijvoorbeeld vreemd zijn of grappig. Ik vind het er heel gezellig uitzien. Het is heel vrolijk. Heel veel verschillende thema's ook, moet ik zeggen. En... gewoon heel gezellig. En het geeft heel veel verschillende indrukken. Dus het is niet dat je er één keer doorheen kan lopen en dat je het meteen allemaal gezien hebt. Je moet het echt even op je in laten komen, zeg maar. Ja, de reacties zijn best positief. Er zijn veel mensen die moeten wennen aan dat ze zo weinig houvast hebben. Want bijvoorbeeld de zaaltekst, die vertelt niks over de inhoud van de tentoonstelling. Het is niet allemaal heel duidelijk gepresenteerd. Zo zit er achter dat tussenschot bijvoorbeeld nog een film verstopt. Daar heb ik veel leuke dingen over gehoord. Sowieso zijn er hier nog een aantal events de komende maand. Dus daar zal ik me eerst mee bezighouden. Maar ja, natuurlijk hoop ik wel op veel tentoonstellingen in de toekomst. Eentje staat al op de agenda, maar dat gaat over december, dus dat duurt nog even. De kern van mijn werk die komt wel vaak terug. In mijn werk kan je wel hetzelfde verwachten. Maar of het ook zo'n gekke setting wordt, ja, dat is nog maar de vraag natuurlijk.